is Gelderland Helpt. Een hele bijzondere uitzending vandaag, want net als vorig jaar gaan wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen weer een fijne en warme kerst mogen beleven. Want niemand mag vergeten worden. Vorig jaar kwamen we Carola tegen en die heeft heel veel kaartjes toen gemaakt voor mensen die zich wel eens alleen voelen. Nou, die mensen die zijn er gelukkig vandaag ook. Zoals je hier achter mij ziet, heel veel dames die druk bezig zijn, want Carola die is ziek. Dus Carola, beterschap. Dag dames! Lekker bezig aan het knutselen? Ja hoor. Ja jongen, we hebben met randjes. Oh nee toch? Waarom bent u de kaartjes aan het maken? Ik heb zelf geleden jaar ook een kaartje gekregen, ook zomaar van iemand, van die kinderen in de brievenbus. Deed me zo goed, hè. En ik ben zelf al, ik heb een stuk 25 al klaar liggen die ik helemaal geduurd heb. Die gaan allemaal weg. En verder vind ik het gewoon ontzettend mooi om ook bezig te zijn. En dat er toch iets uit je handen komt en dat je dat weer als iets aan die ander kunt geven. Ja, want er is straks iemand die maakt het open. En wat hoopt u dan dat die persoon voelt of denkt? Dat ze zegt, ze zijn me niet vergeten. Dat vind ik zelf het allerbelangrijkste, omdat ik zelf nu ook sinds kort alleen ben. En dan is het toch fijn als er zoiets binnenkomt dat je zegt, heerlijk, fijn. Ja. Dat is toch aan me gedacht. Hè? De klanken van Hai van de Lighthouse Family. Het is 11:50 en er gaat hier een kerstpingeltje af. Sonja Boom staat niet heel over mij. Goeiedag, Sonja. Nou, wat een gezelligheid hier. Ja, vind je ook niet wat geweldig dat we er zo met z'n allen de schouders onder zetten, hè? Zo is dat. Om een fix aantal kerstkaarten te gaan maken voor ouderen. En dan zou ik zeggen, waar staat is de knop? Het confettikanon gereed. Er zijn slingers, er is een knop. Dit is het moment. Bij deze, inderdaad, om 11:55 op deze zaterdag 8 december... verklaren wij de kerstkaartenactie van Omroep Gelderland... definitief voor geopend. Mooi. Jawel. Veel kaartplezier allemaal. We gaan er wat moois van maken. Blijven schrijven. Zeker. Tot en met 21 december. Kom maar door. Heel gaaf. Geweldig. Lukt het een beetje? Ja hoor. Ja? Wat heb je allemaal al erop staan? Ik heb een kaart geschreven voor de eenzame ouderen. En ik heb ze een vrolijk kerstfeest gewenst en een gelukkig nieuwjaar. Ik heb gevraagd of ze kunnen genieten van het vuurwerk. Omdat ze liever van de lichtjes in hun huis houden met kerst. Wat superleuk van jou. Ja. Hoe vind je dat om hier kaarten te maken? Ik vind het wel leuk. Want ik vind ook dat de eenzame ouderen iets moeten krijgen met kerst. Fijn dat je er bent. In onze uitzending hebben we 3 portretjes voor de mensen voor wie deze kaarten bedoeld zijn. En een van hen is mevrouw De Vries. Ze is 89 jaar en woont nog altijd zelfstandig in Ede. Wat ik nou ergste vind dat je oud wordt, dat je zo vaak alleen zit. Mijn dochter die komt al 1-2 keer in de week 's middags even. Of ze haar wat brengen, of haar gisteren bracht ze het zee. Voor een paar dagen. En morgen moet ze naar de dokter, dan komt ze ook even langs. Maar anders zie je niemand. En dit is dat roze dekentje wat ik gebreid heb. Het is wel fijn, maar hij is wel mooi. Verdrietig naar je wordt, was chagrijnig. Dan denk je, verdorie, kan er nou eens niet iemand komen? Ik zie mijn kleinkinderen ook nooit. Ja, dat gaat niet zo makkelijk, hoor. Als ik weggaat, dat is 2-3 keer in de maand, naar de winkel. Maar anders heb ik met niemand contact. En dan duurt een week lang, hoor. Als niemand ziet. Moet ik even een paar steek opzetten? Dat gaat soms wel en soms niet. Gisteren even naar Wageningen. Mijn dochter weet het niet. Ik ben naar Wageningen geweest met de bus. Ik ben de markt op geweest. Ik heb groenten gehaald en ik ben nog een boodschap wezen doen.
ben hier bij de kruidenier geweest, ik ben naar de apotheek geweest. Nou, toen ben ik weer naar huis gegaan. Maar toen was ik door en door koud, hoor. Maar verder, nou, blijven we de hele week weer binnen. Dat is de grootste die ik gebreid heb. Maar groter zal ik hem wel niet breien. Ik kan me goed redden, maar je verlangt soms nog wel eens een gesprek. En dat mis je. In 3 maanden tijd ben ik er ook weer 2 kennissen verloren. Al bij in de buurt, 's maandags gingen we koffie drinken. Met z'n tweeën daar, die vrouw is overleden. Nou is hetgeen waar ik mee koffie drink, is vorige maand overleden. Denk je, ja, zo hou je ook niks meer over. Daar komt het op neer. Je verliest er zo'n hoop. En er komt niks voor terug. Maar je doet er niks tegen. Nou, 11 uur ga je naar bed. Soms van de week was ik 12 uur. Maar ja, dan sta ik 9 uur op. Dan zit je weer zo'n hele dag. Als ik zit te breien, dan merk ik het niet. En als ik zit te naaien ook niet. Maar ik nou even niks te doen heb, dan verveel ik me. En dan loop ik van alles te verzinnen. Maar er komt niks uit mijn handen. Maar ja, je hebt je werk, je was, je strijkt goed. Eten koken, aanwassen. Het gaat alle dag weer door. Dus dat breekt de dag nog. Het mooie van deze kerstkaartenactie is dat we ook op allerlei nieuwe mooie acties stuiten. En een van die toffe acties, die komt van Freekje en Pepijn. Jullie zijn heel erg bekend al met kerstkaarten bij mensen brengen. Hoe doen jullie dat precies? Nou, dat mag Freekje uitleggen. Hoe we dat doen is dat wij zijn begonnen met kaartjes sturen, maar we doen het hele jaar door. Dus nu helpen we jullie met de kerstkaarten en dat vinden we ook te gek. En we hebben ook kerstkaarten gekregen van mensen om die te versturen. Maar we sturen eigenlijk gewoon het hele jaar door kaartjes naar mensen. Omdat wij denken dat de kans dat iemand een kaartje krijgt met kerst toch nog net iets groter is dan bijvoorbeeld 23 maart. En wat zet je er dan op eigenlijk? Altijd iets positiefs zetten we erin. Ik zet er bijvoorbeeld altijd in, wens je een hele fijne dag. Of lach bijvoorbeeld eens naar de cashière, want die kan het ook goed gebruiken. Of geniet van iets kleins, zoals een kopje verse koffie. Maar dat soort dingen die het heel klein en heel tastbaar maken, maar wel met een positieve lading. Gedichtjes, doe ook veel. Jij kan heel goed gedichtjes schrijven. Vooral overschrijven. Zelf schrijven is niet mijn ding. Nee, gedichtjes ook mooi, ja. En gewoon heel simpel wat je die dag gedaan hebt en iemand een fijne dag wensen. Ik denk dat iedereen zich wel eens alleen voelt. Ongeacht leeftijd denk ik dat iedereen inderdaad wel eens leuk vindt om een kaartje ontvangen. Ja. Hebben jullie nog een wens bij deze dat je zegt dat wil ik nou nog eens even overbrengen? Ja, ik denk dat ik, dat Pepijn dat ook al, met iets heel kleins kan je iemand blij maken. En ik denk dat mensen dat soms eens vergeten. Dat mensen vaak geld geven aan een goed doel of dat soort dingen. En dat moet je vooral blijven doen. Maar soms even aanbellen bij je buurvrouw of iemand op straat groeten of zoiets als een kaartje sturen. Ja. Heeft net zoveel impact. Of misschien wel meer. Nou, heel veel succes nog met je reactie. En Beyoncé, vertel eens even over Kerstmis. Wat vind je ervan? Leuk. En wat is dat allemaal? Wat gebeurt er allemaal met Kerstmis? Dat komt er sneeuw. Er komt er sneeuw, zeker. En wat is er nog meer met Kerst? Zo, ja. Dit is jouw gedichtje. Lieve meneer of mevrouw, mijn naam is Beyoncé, ik ben al 5 jaar. Ik kan heel goed lachen en heb mooi blond haar. Met kerst. Dat heb ik toch niet gezegd? Ja, maar dat heb ik gezien. Vind je dat niet goed? Luister maar. Met Kerstmis dan sneeuwt het, dat maakt me heel blij. Dan maak ik een sneeuwpop en schuif ik sneeuw opzij. We eten koekjes met spikkels, dat smaakt mij heel goed. En van al dat lekkers word ik nog meer zoet. Van Beyoncé. Toch wel goed?
Ja, dat doen schrijvers. Dan bedenken ze er zelf wat bij. Ja, we kennen haar natuurlijk, Eva Schuurman van de Zwarte Cross afgelopen zomer. En natuurlijk ook van Helden. Geeft er wat zinnen en ze maakt een prachtig gedichtje. Nou, dat is natuurlijk met kerst hartstikke leuk als het op een kaartje verschijnt. Ja, Eva, ja. Mensen die komen hier zitten of even bij je staan, ze zeggen wat en wat ontstaat er dan? Dan krijg ik de inspiratie voor een gedichtje, wat ik op de kerstkaart kan schrijven. Dan moet ik mezelf wel even afsluiten, dus dan gaat mijn luikje dicht. En dan, dat is natuurlijk heel spannend. En dan begin ik op mijn typemachine te typen. Er was net al een kind die zei tegen mij, oh, die zijn heel zeldzaam, die zie je alleen in musea. Nou, het valt mee. En dan schrijf ik een gedichtje naar aanleiding van wat ik gekregen heb. En dan klop ik op mijn deurtje en dan gaat hij weer open. En dan lees ik het gedichtje voor. Het geschreven woord is heel belangrijk, hè? Ook op kerstkaartjes. Ja, vind ik ook inderdaad. Ik denk dat het echt kan raken. Ik denk dat de creativiteit in wat iedereen knutselt heel erg kan raken. Maar als je dan precies kunt zeggen wat je iemand toewenst, dan voegt dat heel veel toe. Misschien doen we dat wel te weinig, hè? Nou, vanuit het hart misschien wel. Wat wens jij iedereen? Ja, mooier. Of moet dan even je luikje weer dicht? Ja, dat zou kunnen. Maar mooier dan een gelukkig alles kan ik eigenlijk niet bedenken. Die heb ik niet eens zelf bedacht. Maar ik vind als het goed genoeg bedacht is, dan mag je het herhalen. Dus een gelukkig alles. En dat wens ik ook aan Wim. Hij woont in verzorgingshuis Den Ooyman in Doetinchem. Ouderen zijn vooral bezig met de contacten die ze hebben. Relaties. En dat zijn ook relaties die ze verliezen. En relaties die blijven. Dus familie, vrienden, kennissen. En dat is voor hen heel belangrijk. We all seem to need the help of someone else to mend that shell of too many books. Read me your favorite line. En dit is ook Parkinson, hè? Dat het even moeilijk gaat. Maar mijn vrouw die is dus ook patiënt. En dat moet nu nog wennen natuurlijk. Dat zit in de beginperiode. En dat is moeilijk om te aanvaarden dat je alle twee zo'n lotziekte meemaakt. Die je hele leven beheerst. Waardoor je eigenlijk geen toekomst meer hebt. En we komen er wel door. Maar het zal moeilijk zijn. That time is always time on my mind. Je kan niet stoppen, hè? Het is een rijdende trein. En dan moet je één keer springen erop. En dan ga je hier mee. I'll be fine. Ja. Just give me time. Ik zeg wel zo, je kunt het leven vergelijken met een beker. Een beker met wijn, om toch maar een beetje in mijn vel te zitten. Een beker met wijn en wijn heeft iets in zich van de pijn en de vreugde. En dan gaat het erom dat je die beker neemt. Dat je die pakt. Dat wil zeggen dat je daar niet omheen gaat, maar dat je die pakt en dat je die drinkt tot op de bodem. Zal ik nog een kopje koffie halen? En jij wilt twee dranken, Tony? Ja. Zoiets, hè? Ja. Nou, komt straks de kerst eraan. Kunt u dat nog een beetje vieren? Wij vieren het uitbundig. En de kunst hier is dat je die beide kanten tot je door laat dringen. En dat je de hoop niet verliest. Just give me time. Ja. Ja.
Zo, hoe gaat het hier? Prima, ze maken hartstikke mooie kaart. De föhn wordt er helemaal bij ingezet, de lijmdroger. Het is geen echte föhn, maar het, het geeft warmte. Maar het is voor de embossingpoeder. Er komt er een glanzend laagje overheen. Nou, zeg, wat leuk. Het zijn echte creatievelingen hier. Ja. Ben je aan het maken? Jingle all the way. En waarom is dit belangrijk? Nou, wij vinden dit belangrijk omdat wij oude mensen die eenzaam zijn blij maken. En dat vinden wij heel erg leuk om te doen. Dat geeft jou ook een goed gevoel? Ja. Kennen jullie elkaar? Ik zei niet, maar de rest wel, ja. Wij zijn van Grenzeloos en van Zaltbommel. Grenzeloos? Ja. En wat houdt dat precies in? Nou, zijn wij van 25 verschillende nationaliteiten. En die komen één keer in de week om knutselen ook. Praten, wat we iets meegemaakt hebben, helpen. En, is dat fijn om met elkaar dat te delen, ook hoe het hier is in Nederland? Ja. Ja. Kent u eenzame mensen? Ja. Ja, ja, dat ken ik wel. Ja? En hoe gaat het met hen? Nou, dat gaat niet goed. En wie zijn dat? Zijn dat mensen die ook, net als u, uit een ander land komen en hier zijn? Ja, vooral, ja. Het is goed om met elkaar hier te zijn vandaag. Ja. En iedereen hier is bezig, bijvoorbeeld voor mevrouw Tijdink. Zij woont in verzorgingshuis Markenheem in Hengelo. Ja, net wat ik zei, van alles. Krant lezen en een beetje wandelen met de buurvrouw. En een koffie drinken en dan ga ik weer zitten knummen. En als u dan zo met die kaarten bezig bent, of aan het breien bent, of aan het haken bent, gaan er dan ook gedachten door u heen? Dan ben ik zo blij dat ik het doen kan. Maar je moet toch een beetje bij het werk blijven. Niet gaan huilen. Nee, daar stap ik weer overheen. Ja, gaat u meteen overheen stappen? Ja, ja, dan moet je natuurlijk wel even in de hand hebben. Hè. Ik ga daar zitten, dat vind ik gezellig. Ja, ik moet toch even bij de menigte horen. Ja. Oh, zo gaat het door. Er zit ook wel eens een dag dat niemand heb. Ik ben 92. Hele leeftijd, hè. Maar ik merk er niks van. Ik blijf gewoon aan het klungelen. In de winkel was ik ook altijd bezig, hè. En mensen in de winkel die zeggen wel eens van, als wij s'avonds met rond gingen lopen, gingen we altijd langs de winkel. En dan kijken hoe mooi de etalage was. Was ik altijd aan het versieren. Ik wil altijd kaarten sturen. De hele familie. Ik krijg allemaal kaarten van mij. Ja, of ze jarig zijn, of dat ze ingeslaagd is, of zo. Ik krijg altijd weer kaart terug en de kinderen, die komen geregeld. Wat gaat u met de kerst doen? Nou, ik blijf gewoon hier. Want de kinderen hebben allemaal hun eigen dingen. Ik kan ook niet meer in de auto zitten. Ik kan niet meer in de auto zitten. Ik kan niet meer inkomen vanwege de knieën. Dus
Dan komen ze wel weer. Ik zou het heel graag willen dat al die oude mensen die deze kaarten krijgen, ja, eigenlijk heel erg blij zijn. Ja, ik wens voor iedereen gelukkig nieuwe jaar. En een mooie kerst met veel liefde, gezondheid, warmte, lekker eten. En geniet maar, geniet iedere dag, omdat dat hebben we. Ik wens alle mensen een heel voorspoedig en gelukkig kerstfeest. We zijn begonnen. Kom maar op met die kerstkaarten. Er kunnen nog veel meer bij, zodat we heel veel mensen die thuis zijn blij kunnen maken. Dus doorsturen die kaarten. En ook de komende tijd dan kunt u ons nog zien met allerlei kerstbomen. En misschien bezorgen we er wel eentje bij u. Bedankt voor het kijken. Definitief volgen. Geopend! Mooi! Jawel! Veel kaartplezier allemaal!